Sterrenpension is een klein gezellig hoteltje ingericht met meubels uit Oost-Europa die de mensen daar niet meer hoeven te hebben. En je kunt hier overnachten voor 15 euro voor een nacht. Eigenlijk kom je als bezoeker in een soort decor slapen. En onbewust zijn die bezoekers de acteurs en actrices in het hotel. Je slaapt in een kamer, je kiest op voorhand op een plattegrond uw kamer. Je hebt de kamer nog niet gezien, dus het begint al met een verrassing. En die kamer kunt je delen met onbekende mensen. We lazen dus dat je hier ook kan slapen in het Nulsterrenpension. En het is veel gaver om hier te slapen dan in een gewoon pension, want het ziet er super mooi uit. In principe in de hal zie je niet zo heel veel, maar als je de slaapkamer inkomt, dan het is echt super groot en alles is oud en zo cute. Je zit precies in een living, in een kamer waar iemand heeft geleefd. Op de deur, de kamer waar je binnen gaat, hangt ook een portret met een naam bij. Alsof dat het is van de persoon dat erin heeft gewoond. 'S Ochtends kun je nog genieten van een ontbijtje van eieren met verloren brood en fruit. We went to the Azan Hotel and then... Yeah, there were food. Yeah, they recommend here, and we didn't know this place, so we just visit and then went fast. Yeah, we think, wow, no. The room is a very, so how can I say, so handmade and unique, and in here, so we took pictures a lot of times in here, so. Andere stoelen met verband aan, alsof dat ze een gebroken pootje hebben. Er zijn stoelen met sokjes aan. We hebben gezorgd voor allemaal kleine poppetjes die kleven op de nachtkastjes, onder de nachtlampjes. Ja, ik had dat eigenlijk helemaal niet verwacht. Het is echt zo, ja, je keert precies terug in de tijd. Het is precies zo'n oude film, zo, een verlaten decor, want er is bijna niemand deze avond. Ik vind dat wel tof. En je hebt hier dan zo van die schilderijen waar zo die ogen uitgedrukt zijn en die volgen. Ik vind het wel zo een spannende locatie eigenlijk. Het is een pension dat leeft. Ja. De zomer van Antwerpen is altijd superleuk om heen te gaan. Dus als we volgend jaar weer gaan, zou ik wel weer hier slapen. Ja.